Welkom bij Politiek Loket. Vandaag praat ik met Manja van der Weijt, lijsttrekker van de VVD. Mijn naam is Ab van der Nazel. Welkom Manja. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, voordat we verder ingaan op de verkiezingscampagne die 24 november plaats gaat vinden, zou ik graag eventjes wat van jezelf willen weten. Wie is nou Manja van der Weijt? Een beetje achtergrond voor onze kijkers. Manja van der Weijt, 48 jaar geleden geboren in Purmerend, geboren en getogen. Ik woon inmiddels in de Weide Venne met mijn 21-jarige zoon, mijn bijna 18-jarige, volgende week is jarige dochter en mijn partner, we zijn nooit getrouwd, maar al 30 jaar partner, Richard Golverdingen. Richard heeft een autobedrijf in de Purmer Noord, Graasje. We hebben twee prachtige katten, langharige, van die witte katten, dat is ook een beetje mijn hobby. Ik ben gemeenteraadslid al vele jaren. Ik ben teamleider bij een gemeente. Ik geef leiding aan een club van ongeveer 22, 23 man op gebied van vergunningverlening, handhaving, toezicht en alles wat met bouw te maken heeft. En ik ben daarnaast toezichthouder, commissaris bij een verzekeraar, bij Unive. Ja. Je bent een druk bezet persoon, dat is duidelijk. En hoe komt dat, dat je zo gedreven bent om dat te doen? Ben je een soort supervrouw? In al die... Nou, dat zal vast niet. Nee, ja, ik heb daar niet zozeer een verklaring voor. Ik geloof dat ieder mens uniek is. De een heeft wat meer energie dan de ander. Ik heb gelukkig, vind ik, heel veel energie. Dat zal van sommige mensen ook heel irritant zijn, al die energie. Maar ja, ik heb gewoon veel energie en ik vind dit soort dingen doen heel erg leuk. Ik zit ook zo in elkaar dat als ik iets zie wat me, wat naar mijn mening beter kan of anders zou moeten, dan wil ik dat graag oplossen. Ik ben wel een, daarom heb ik de kleur ook aan, ik ben een heel erg rood persoon. Dus ik wil gewoon graag actie ondernemen op het moment dat ik denk dat dingen beter kunnen. Maar rood past juist meer bij de PvdA dan zou je... als je zegt het karakter van een echte doener, hè, als je daar zo'n kleurenanalyse op loslaat, dan zijn dat vaak de, wat is in de kleurenanalyse, een rood persoon. Dus heel gedreven, actie ondernemen, niet lullen maar poetsen, dat soort. En zo stel je ook op in de raad? Ja. Probeer je althans? Ja. Ja. En ook thuis? Doe je dat thuis ook? Dat je zo gedreven bent naar je kinderen toe? Want je zoon is nu bezig met Korps Mariniers, geloof ik. Ja, dat vind ik zo mooi. Die is toegelaten tot de opleiding van Korps Mariniers. Super trots op. Mijn dochter is net toegelaten tot een hogere hotelschool. Ook super trots op. Ja, weet je, als je ziet dat dat allemaal goed loopt, dat is natuurlijk het mooiste in het leven. En ja, ik ben wel heel gedreven en ik denk ook dat naast in de politiek en de dingen die ik net opnoemde, ben ik ook de initiatiefnemer van VIPS, Vrouwen in de Purmerendse Politiek. Ja. Omdat ik een tijd geleden zag dat daar, naar mijn mening, niet een hele goede verdeling in de raad was. En op het moment dat ik een probleem signaleer, wil ik dat graag oplossen en dat heb ik thuis ook. Ja. Zo zit ik in elkaar. En gelukkig kan mijn man dat allemaal aan, al die... Ja, want heb je nog wel tijd voor je gezin, zou je dan bijna denken, maar dat lukt soms, allemaal. Soms minder. Ja. Daar heb je wel ook echt gewoon de steun van je achterban nodig. Een ander punt wat jullie hebben zijn voldoende betaalbare woningen. Je hebt het dan over hoogbouw, meer hoogbouw aan de buitenkant van Purmerend, als ik het goed begrijp. En betaalbare woningen. Dan vraag ik me af, ik heb zelf een zoon die ook flink wat geld neer moet tellen voor een woning. Hoe ga je dat bereiken, dat het betaalbaar wordt voor de jeugd? In deze overspannen woningmarkt gaan ook wij natuurlijk niet met ons vingers kunnen knippen en het opgelost hebben. En de partij die dat wel belooft, die zit gewoon ons in te verkopen. De woningmarkt is volstrekt overspannen. Maar er zijn wel nog een paar dingen die we kunnen doen. Nou moet ik wel zeggen, ik vind dat het huidige college, we kunnen natuurlijk met z'n allen zeuren dat ze het niet goed doen. Maar ik vind wel dat het huidige college al heel druk bezig is met bouwen. De slogan van de vorige periode van ons, prachtig dat ze dat ook uitvoeren. Ja. Toch kan er nog wel iets extra's. Bijvoorbeeld in het Beuzenbos naast het hotel wat er wel of niet gaat komen. Die discussie wordt nog gevoerd. Mm-hmm. Nou, gesteld dat het hotel er wel komt, dan zou je daar prima in het bos ernaast een aantal hoge torens kunnen neerzetten. En waarom kun je daar nou goedkoop bouwen? Omdat die grond al van de gemeente is. We hoeven de grond niet eerst nog aan te schaffen. En juist het aanschaffen van die grond is normaal de reden waarom het is kostbaar. Die grond staat bij ons voor 0 euro in de boeken. Die kunnen we gebruiken. Daar zouden we eigenlijk
relatief snel, even de hele discussie over de natuurwaarde daar gelaten, maar daar zou je relatief snel en simpel en goedkoop kunnen gaan bouwen. Dan zou je prima met een corporatie een afspraak kunnen maken. Maak daar deels sociale huur van, maar vooral ook sociale koop. Wij zijn echt van mening dat sociale koopwoningen een betere start zijn voor jongelui dan een huurwoning. Dan heb je een ander punt wat ik in je verkiezingsprogramma en met name bij jou zag. Meer grip krijgen op financiën. Kun je daar wat voorbeelden van noemen, wat je daarmee bedoelt? Nou, dat is ook grotendeels ingeven vanuit de jeugdzorg. Als je dus niet weet waarom er meer kinderen en waarom die kinderen ook nog eens in de duurdere zorg zitten, dan heb je geen grip op de financiën. Want het is een open einde regeling. Als zo'n kind in de duurdere zorg zit, moeten we dat betalen als gemeente. Dus daar wil ik graag grip op de kosten krijgen door dus gewoon meer informatie te krijgen over de reden waarom kinderen in zorg zitten. Ja. Dat is ten aanzien van de jeugdzorg. In zijn algemeenheid zien wij dat er in de afgelopen periode enorm veel meer is geleend. We zijn van 3,5 miljoen euro naar bijna 400 miljoen euro schuld gegaan. Tegen een rente van nu heel haast niets. Prima. Ja. Voel je nu de pijn niet van. Nee. Maar iedere econoom gaat je vertellen. Heeft dat ook met corona te maken waarschijnlijk? Niet zozeer? Nou, het heeft er ook mee te maken dat we een parkeergarage van zoveel miljoen en dat we een milieustraat gaan verhuizen van zoveel miljoen. P3. P3 verhaal. We gaan de schoolhuisvesting, wat ook belangrijk is. Maar er zit wel bij een heleboel zaken een hoop extra franje. Wij zeggen niet zet de stad op slot, doe niks. Maar we zeggen wel, hou steeds in het achterhoofd. Is dit straks ook nog betaalbaar? Want 50 miljoen in 3 jaar tijd stijgen tegen een rente van niks is nu prima. Maar die rente gaat stijgen. Hoe gaan onze kinderen dat, kon jij net zeggen, ik heb ook kinderen. Hoe gaan die dat betalen? Dan hebben jullie een heel leuk punt. Een beetje een lokkertje vind ik zelf. Verlagen van de gemeentelijke belastingen. Minder regels voor ondernemers. Ja. Kun je daar eens wat voorbeelden van geven? Wat voor minder regels zouden ondernemers dan krijgen? Nou, wij zijn sowieso van zo min mogelijk regels. Dus laten we kijken eens in de zoveel tijd, wat naar onze mening nu niet stelselmatig gebeurt. Eigenlijk moet je iedere zoveel tijd de regel weer eens tegen het licht houden. Om te kijken, werkt het wel of kunnen we hem ondertussen laten gaan of schrappen of moet die worden aangepast? Werkt het ook echt in de praktijk? Dus dat je echt zo'n hele goede evaluatie. Dus wij stellen als raad een bepaald beleid vast. Nou, even een voorbeeld, twee voorbeelden zal ik geven. Subsidies en een exploitatievergunning voor de ondernemers op de koemarkt bijvoorbeeld. Eerst de subsidies. Wij hebben in 2011 uit mijn hoofd, als al niet eerder, een maatschappelijk beleidskader vastgesteld voor de subsidies. Dat zijn dus regels waar je aan moet voldoen, wil je in aanmerking komen voor een subsidie. Is toen de tijd met Mona Keijzer nog geweest. Nou, die zit ondertussen al lang en breed heel veel jaren in Den Haag. Dus moet je nagaan hoe lang geleden. Na die tijd heeft de Rekenkamer nog eens gezegd, jongens, dat beleidskader hebben jullie eigenlijk nooit goed doorontwikkeld. Daar moeten jullie mee aan de slag. Dat hebben we na die tijd niet gedaan. Dat is een punt waarvan wij zeggen, jongens, hier moeten we echt mee aan de slag. Je kunt dit niet zo door laten gaan. Je moet iedere 4 jaar gewoon eens goed kijken, klopt dat kader nog? En dat is heel veel werk. Maar je moet het wel doen. Want op die manier krijg je het beste beleid. Je hebt het beleid, je past het toe, je evalueert het. Je krijgt weer een nieuw beleid, past het weer toe. Dat is eigenlijk zo'n cyclus. En dan kijken jullie ook naar andere gemeentes die dat wel doen op de juiste manier? Nou, dan kijk je ook naar andere gemeentes, maar ook de nieuwe wetgeving, de omgevingswet die eraan zit te komen. Er zal voor heel veel mensen niet zoveel zeggen, maar dat is een hele grote nieuwe wet die daar met name op hamert. Zorg ervoor dat je heel goed dat die beleidscyclus doorloopt en dat je daar ook vooral veel mensen bij betrekt van joh, dit beleid hebben we nu wel, maar vinden jullie er eigenlijk van? Werkt het? Wat zouden we en anders ondernemers worden daar ook bij betrokken? Dat is dus een belangrijk punt, ook de ondernemers. Een ander voorbeeld, welke regels zou je kunnen schrappen? Nou, je hebt de exploitatievergunning, dat is voor de ondernemers op de koemarkt onder andere best wel een ingewikkelde vergunning. En er zijn zat gemeenten. Terrasjes bedoel je dan? Nee, gewoon echt ieder restaurant moet een exploitatievergunning hebben. Waarin je aangeeft hoe je exploitatie. En dan kunnen ze ook nog allerlei onderzoeken daarop loslaten. Dat is een ingewikkelde vergunningstraject. Er zijn heel veel gemeentes die regel hebben geschrapt. Die zeggen, joh, weet je, dat hoeft eigenlijk niet per se. We weten wie daar zit, we geloven dat wel. We hoeven dat niet met zo'n heel ingewikkeld vergunningstraject te doen. Want op het moment dat er problemen zijn, kun je vaak daar ook wel weer op basis van een andere regelgeving tegen optreden.
Dus je handelt veel meer vanuit vertrouwen richting die ondernemer. In plaats van, oh, ik moet een stok hebben. Mocht die ooit de fout ingaan, dan moet ik een stok hebben. Namelijk die vergunning om hem mee te slaan. Is dat ook ingegeven vanwege corona? Dat heel veel ondernemers nu in de problemen zitten? Nou, nee. Nee, wij zijn gewoon echt van, kijk welke regelgeving er is. Wat is het doel van die regel? En als het niet per se nodig is, kijk dan of je hem kunt afschaffen. En dat je toch veel meer vanuit de vertrouwen kunt handelen. We zijn door Koninklijke Horeca Nederland op deze vergunning geweest. En die zeiden, joh, wat ons betreft is het echt een overbodige regel. Mm-hmm. Heel veel andere gemeenten hebben hem al afgeschaft. Zou dat bij jullie in Purmerend niet ook wat zijn? Nou, dat vind ik een hele terechte vraag. En daar willen we gewoon een onderzoek naar laten doen. Okay. Dus dat is een van de punten die we hier over bedoelen. Ja. Ja. Voor de Beemster vinden wij het heel belangrijk dat we echt de dorpsontwikkelvisies zoals die zijn vastgesteld, dat we daar gewoon aan vasthouden. Die zijn uitgangspunt bij wat we gaan doen. Geen hoogbouw in de Beemster. Maar op het moment dat je zegt, het Van der Valk Hotel, daar gaat weg, daar zou je daar wel iets kunnen neerzetten wat een beetje aansluit bij datgene wat aan de overkant staat. Voor de rest, absoluut geen hoogbouw. De hoogbouw, wat ons betreft, bij de Beuzenbos, 0,7. En gewoon in de binnenstad van Purmerend.